Ondernemers al verwoedend. Vogelflappen moeten lampjes krijgen. En fossielen op de zandmotor. Dit is het TV West nieuws van woensdag 4 januari. Dag dames en heren. Een 12-jarige jongen uit Krimpen aan de Lek is zijn hand kwijtgeraakt door vuurwerk. Het gebeurde gistermiddag in zijn huis aan de Poolcirkel. De jongen had samen met een vriendje het vuurwerk op straat gevonden. En door onduidelijke oorzaak ontplofte het binnen in huis. De technische recherche onderzoekt nu wat er is gebeurd. De verbreding van de N207 tussen Alphen aan de Rijn en de A4 bij Leimuiden is opnieuw uitgesteld. De provincie Zuid-Holland heeft besloten dat het onderzoek naar de milieueffecten moet worden overgedaan. En verslaggever Mark Kool staat bij de N207, waar het volgens mij nu nog redelijk rustig is. Ja, nou wel, dat klopt, maar dat heeft alles te maken met de kerstvakantie. Want normaal gesproken staat hier 's ochtends en 's avonds lange files. Nou, er wordt al heel lang gesproken binnen de provincie ook om die weg hier te verbreden, om die doorstroom beter te krijgen. Maar op wat kleine aanpassingen na gebeurt dat maar niet. En de ondernemers hier in het gebied, en in Alphen met name, zijn daar boos over. Want ze zeggen, dit is een belangrijke weg voor heel veel verkeer, voor heel veel ondernemers. En bedrijven blijven gewoon hier weg, omdat die weg zo slecht bereikbaar is, zeg maar. Nou, die ondernemers zijn het nu eigenlijk helemaal zat. Het is natuurlijk al een evergreen binnen de VOA dat die weg verbreed moet worden. En ook de vorige gedeputeerde, de heer Van Dijk, hebben wij lang en breed en uitvoerig besproken dat de absolute noodzaak is. Daarbij is ook altijd gezegd dat onderkend werd en niet de vraag was wanneer, maar wanneer die weg verbreed zou worden. En ja, dit is nu uiteindelijk weer een actie in zet van de provincie die niet echt blijk geeft van professionaliteit. Nou, er zal dus voorlopig nog wat gerollenbold gaan worden tussen de ondernemers en de provincie. Maar feit blijft dat de verbreding van deze weg er voorlopig dus nog niet in zit. Duidelijk, dankjewel Mark Kool. Er moeten lampjes komen te hangen aan de hoogspanningskabels bij Hazerswoude. Daarvoor pleit de vogelwerkgroep Koudekerk Hazerswoude. Er hangen nu rubberen flappen aan de kabels, maar nog steeds vliegen veel vogels zich dood. Vooral als het donker is. Deze flappen hangen er al. Het aantal vogels dat zich doodvliegt is hierdoor met een derde afgenomen. Maar 's nachts zijn deze zwart-witte dingen niet te zien en vliegen de vogels zich nog altijd dood. Het is nu zo dat ze 's nachts dus het niet zien, dan wel op een gegeven moment de flappen horen. Maar dan zijn ze al te laat en dan zitten ze er alsnog tegenaan. De vogelwerkgroep pleit nu voor een verlichte vogelflap. Als je de zonnecollectoren bijhangt, geven speciale reflectoren in het donker enkele uren licht. Dat hoeft helemaal niet een felle schijnwerper te zijn. Als het lichtreflectie, die kan dus gaan zorgen dat die vogels toch op tijd afwijken van hun koers en eromheen gaan. De reflectoren zijn duur, maar omdat het om zeldzame vogels gaat, is dat volgens de werkgroep te verantwoorden. Of de verlichte vogelflap er ook komt, is nog niet duidelijk. Chauffeurs van MediaExpress in de regio Den Haag sturen aan op een faillissement van het bedrijf. Ze rijden 's avonds en 's nachts en in het weekend de huisartsen van huisartsenpost Smash. Over de maand december hebben ze geen salaris gekregen van MediaExpress. Volgens hen worden ze al jaren uitgebuit. Panorama Mestdag in Den Haag heeft vorig jaar 123.000 bezoekers getrokken. Het museum is tevreden, vooral omdat het bezig is met een verbouwing en uitbreiding. In maart zijn de werkzaamheden aan het oude museum klaar. Daarna wordt de uitbreiding afgebouwd. Naar verwachting is alles voor de zomer klaar. Overleden volkszanger Leidse Kees heeft 3 jaar na zijn overlijden een eigen grafsteen gekregen. De zanger stierf in april 2008. Onder massale belangstelling werd hij begraven op kerkhof Zijlpoort, maar zonder steen. Verschillende initiatiefnemers hebben nu voor een steen gezorgd en deze geplaatst. De zandmotor bij Monster is voor archeologen en musea een schatkist van fossielen. Het opgespoten zand is uit de Noordzee gehaald en daar liepen eeuwen geleden mammoeten en andere wilde dieren rond. Liefhebbers struinen het strand dan ook graag af, als het niet stormachtig is dan. Fossielenjager Mark Zondag is er regelmatig te vinden.
Al vanaf kinds af aan ging hij met zijn vader mee het strand op zoek naar eeuwen geleden overleden dieren. En als ik wat zie, wat me interesseert, ja, dan ga ik eventjes erheen. Dus, en meestal is het niks. Ja, dat is een dikke pech, dat kan. En soms heb je geluk en dan is het wel wat. En dan krijg je een glimlach op je gezicht. En dat is leuk. Verder zoeken, in ieder geval. Hoewel de zandmotor een goede plek is om fossielen te vinden, is de kans op iets anders groter. Lekker hoor. Er liggen soms hele groentes. Maar er spoelt van alles aan natuurlijk. Mark, ja. Wat is dit? Deze? Dit is een borstel. Hij heeft wel twee kleurtjes. Hij heeft geen waarde voor mij, vrees ik. Dit is niet wat ik zoek. En net als je denkt dat het allemaal voor niets is, stuit Mark plotseling op een mooie vondst. Nee joh, ik vind een kies. We zien maar even een klein stukje zoeken en het levert gelijk wat op. Ik zei net tegen Jacques dat dit is echt een beetje een stroming waar misschien wat kiezen zouden kunnen liggen. En... Er ligt een kies. Nou, dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Ja. Dat maakt de dag weer helemaal goed, dus dat is fijn. Verder zoeken. Jacqueline Waasdorp van het museum is vanmorgen ook mee met Mark. Ze heeft wat mooie voorbeelden meegenomen. Nou, we hebben al de meest prachtige dingen gevonden. Dit is een stukje van een schouderblad van een mammoet. Dus zo'n schouderblad is echt nog veel en veel en veel groter. Het zijn toch beesten die hier gewoon op die steppen tussen Nederland en Engeland gewoon hebben rondgelopen van die grote grazers. Ja, we kunnen ons het niet zo goed voorstellen, maar toen was het geen zee. En toen was het een steppe. En die beesten die liepen van Nederland naar Engeland en terug. De opbrengst van Mark van vandaag is wat kleiner. Een fossiele schelp, een kies en een stuk bot. Hij is tevreden, maar zijn zoektocht naar de mammoet die gaat gewoon door. Ja, en in het museum is nog tot 1 februari een kleine tentoonstelling te zien met zandmotorvondsten. Dan gaan we verder met sport, want ADO Den Haag-speler Wouter de Vogel maakt het seizoen op huurbasis af bij FC Dordrecht. De middenvelder kwam afgelopen zomer over van AZ, maar komt vooralsnog niet in de plannen van ADO-trainer Maurie Stijn voor. De Vogel speelde tot nu toe maar 1 competitiewedstrijd. En dan korfbaltrainer Hans Heemskerk stopt aan het einde van het seizoen bij topwereldtickets.nl. Heemskerk vindt dat het na 6 jaar tijd is voor iemand anders. Met top won hij onder meer de zaaltitel in Ahoy en de landstitel op het veld. 2012 wordt het crisisjaar, wordt in ieder geval gezegd. De hele week brengen we reportages over mensen die de crisis het hoofd bieden. Vandaag de successtory van Babiche. Zij maakt zelf t-shirts. Een winkel vol met t-shirts en truien, want Babiche Knaap heeft een uniek concept bedacht. Stap binnen op de Prins Hendrikstraat in Den Haag en laat je inspireren door het scala aan mogelijkheden die je op je kledingstuk kunt drukken of naaien. Ik vind namelijk dat t-shirts dé manier is om te laten zien aan de wereld hoe je je die dag voelt. Zoals deze, fake it till you make it. Babiche heeft wel wat geluk gehad. Haar vader is safedrukker en dus kon ze iets makkelijker haar droom verwezenlijken. Het unieke van haar concept is dat de klant zelf aan de slag kan in haar winkel. De mensen die ik hier binnen heb zijn wild enthousiast over dat ze hier zelf kunnen komen knutselen. Je trekt kiest een shirt uit, een sweater of een wat je maar wil, dat trek je uit de kast. Dan ga je kijken hier van nou, ik vind dat plaatje erop leuk of ik wil zo'n bandje erop of een strikje of een noem het maar op. En dan ga ik ze helpen met daar te maken wat zij echt mooi vinden. De winkel is nog maar 5 weken open. Maar ondanks dat weet ze dat 2012 haar jaar zal worden. Ik ben er gewoon zo van overtuigd dat dit iets is wat mensen leuk vinden om te doen. En ik hoef er niet rijk van te worden als ik maar gewoon mijn vaste lasten kan betalen en 1 keer per jaar op vakantie kan gaan en dat soort dingen. Dan is het genoeg. En voor de aanstaande ondernemers in onze regio een aantal tips. Tip 1 als je voor jezelf gaat beginnen is dat je gepassioneerd bent en dat je achter het product staat wat je wil gaan verkopen. Tip 2 als je voor jezelf begint, dan is de term kan niet, bestaat niet, iets wat je op je voorhoofd moet tatoeëren en nooit moet gaan vergeten. Tip 3 als je naar een bank gaat om geld te lenen, dan is het ook daar belangrijk dat je er netjes en goed verzorgd uitziet, dat je een goed bedrijfsplan hebt en
Dat je ook daar die passie en die liefde voor, nou ja, waar je dat geld voor nodig hebt, kan overbrengen aan die bankier, zodat hij jou dat geld gaat geven. Dan het weer, dat houdt ons allemaal bezig, want de harde wind die gisteren thuis er heeft niet voor heel erg veel problemen gezorgd. Alhoewel, op persoonlijk vlak ging het soms toch wel mis. Zoals deze fietser bijvoorbeeld. Ja, die meneer maakte een flinke smakkert. En dat is lopen inderdaad wel zo veilig. Dat was gisteren. Hoe wordt het vandaag? Reinoud van der Born van Meteo Consult. Nou, vandaag is het even wat rustiger dan gisteren. Het waait nog stevig aan zee met een windkracht 7 en de zon laat zich af en toe zien. En vooral vanochtend kan ook nog een enkele bui vallen. Daarbij vanmiddag temperaturen van ongeveer 8 graden. Maar het is wel de stilte voor de storm, want vanavond en de komende nacht trekt de wind weer aan tot windkracht 8 of 9. Zijn de windstoten tot 110 km per uur en gaat het hard regenen. Dan kijken we vooruit naar de uitzending van Tis Wat van vanmiddag. Verzamelaar Harry heeft een probleem als zijn telefoon rinkelt. Als bij Harry droog uit Lisse de telefoon gaat, is het altijd even zoeken. Hallo. Hallo. Harry werd 20 jaar geleden getroffen door het telefoonverzamelvirus. Ja, welke creatie nou echt daadwerkelijk, waar er iemand aan de andere kant van de lijn hing, ziet u vanmiddag na het nieuws. En dit was het voor nu. Meer nieuws vindt u uiteraard op onze website en dat is westonline.nl en hoort u ook op 89.3 Radio West. En straks kunt u hier nog kijken naar Buitenwezen van Erik Kooijman. En het TV West nieuws is er vanmiddag om 5 uur weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan.